We staan buiten de stad Amersfoort, maar wel binnen de gemeente Amersfoort. Hoogland ligt aan de noordwestkant van Amersfoort en was tot 1974 een zelfstandige gemeente. En de Hooglanders die waren dat graag gebleven. In de jaren 60, jaren 70 zijn er veel protesten geweest. En uiteindelijk heeft Amersfoort een groeistadfunctie gekregen en daardoor is Hoogland steeds meer met Amersfoort vergroeid. Maar Hoogland blijft een bijzonder dorp en een bijzondere plek om te wonen. Er is nog steeds een grote saamhorigheid en er zijn verschillende tradities. Denk aan het dorpsfeest en de viering van het carnaval. Het merendeel van de winkels voor de daagse boodschappen vinden we hier aan de Hamseweg of aan het Krailandhof. Hoogland heeft daarnaast verschillende scholen en sportverenigingen. We kunnen Hoogland onderverdelen in de volgende wijken. De Ham, grenzend aan Park Schothorst en de sportvelden. De Ham bestaat uit vrijstaande woningen zoals hier bij Park Schoonoord. En rijwoningen en 200 kapwoningen uit de jaren 80, zoals bijvoorbeeld de Ambachtlaan. Langenoord, met de Sint-Martinuskerk en de bibliotheek, is gelegen aan de Amersfoortse wijk Kattenbroek. De wijk bestaat grotendeels uit de rijtjeswoningen uit de jaren 70, zoals hier aan de Bossendijk. En uit wat kleinere eengezinswoningen uit de jaren 50-60 in de straten, vernoemd naar boomsoorten. De Bieshaar, grenzend aan de Bunschoterstraat en aan winkelcentrum Krailandhof. Bieshaar Zuid bestaat uit grotendeels eensgezinswoningen uit de jaren 70 in hofjes met royale achtertuinen. En Bieshaar Noord bestaat uit tweelaagse rijwoningen, drive-inwoningen en bungalows aan bijvoorbeeld de Fluitenkamp. De Bik, een rustig wijkje gelegen tussen de Bunschotenstraat en de Hamseweg. De wijk is voornamelijk in de jaren 80 gebouwd en bestaat vooral uit rijtjeswoningen en 201 kapwoningen. De Biezen, grenzend aan de Bunschotenstraat en aan het Amersfoortse Nieuwland. Een relatief onbekend wijkje, met woningen uit de jaren 90 grotendeels vrijstaand. De Brinken, gelegen tussen het Amersfoortse Nieuwland en het eerder genoemde Kattenbroek, is gebouwd in de jaren 90, is rustig en kindvriendelijk en ideaal gelegen tussen de verschillende uitvalswegen. Ben jij op zoek naar de charme van een dorp vlakbij een gezellige stad? Kom dan langs in Hoogland.